Oh, hel. Ondanks de deken en het kussen waaronder ik mijn hoofd verstopt had, drong de hoge stem van meneer Procopius tot me door en begon de dag zoals alle andere dagen, met het gevoel, oh, hel. Ik haatte dat moment. Het moment waarop ik zeker wist dat dit mijn leven niet was en dat er ergens een vergissing gemaakt moest zijn. Alsof het puur toeval was dat ik wakker werd op een muffe zolderkamer boven Victor Procopius Herenmodepaleis als winkelbediende. Winkelbediende. Wat was er met me gebeurd? Een half jaar geleden had ik nog zo goed als in mijn eentje een kroeg draaiende gehouden, verdorie. Nu stond ik elke dag van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds, ja meneer en nee meneer, te zeggen tegen een Griek met een slecht gebit. Om de ellende van het opstaan maar zo snel mogelijk achter de rug te hebben, schopte ik de deken van me af en zette mijn voeten op het tapijt van vuil ondergoed, moppenblaadjes en kruimels dat zich in de afgelopen maanden rond mijn bed had verzameld. Ik was altijd al een varken geweest en sinds ik een kamer met nog 2 van die viespeuken deelde helemaal. In het bed onder het dakraam was Paddy geeuwend en kontkrabbend bezig wakker te worden. Omdat hij 's morgens altijd op zijn onsmakelijkst was, draaide ik me maar snel om naar Marcel, die al bij de deur stond en springend probeerde zijn nachthemd in zijn broek te proppen.